Jezus is met zijn discipelen bij een berg gekomen. Heel veel mensen waren hen gevolgd. En Jezus sprak daar over het koninkrijk van God. Daarvoor was hij naar deze aarde toegekomen, om dat koninkrijk te vestigen. En in zijn toespraak in de bergrede staan de volgende woorden. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Jezus roept ons op om niet te oordelen. Oordelen, dat betekent dat je af gaat wegen of iets goed is of iets fout is. Dat is de mensheid pas gaan doen op het moment dat in het paradijs Adam en Eva van die boom aten, de boom van kennis van goed en kwaad. Vanaf dat moment werden hun ogen geopend voor goed en kwaad, zo lezen we in Genesis. Vanaf dat moment is de mens gaan oordelen. En misschien herkent u dat bij uzelf wel, dat u bij alles wat u doet afvraagt, is dit goed, is dit niet goed? En dat kan je allereerst bij jezelf doen. Dat je voor jezelf steeds afvraagt van, ben ik wel goed genoeg? Heb ik dit goed gedaan? Wat zullen de mensen ervan denken? Maar dat kun je ook bij andere mensen doen die je tegenkomt. Dat kunnen je familieleden zijn, je partner zijn, mensen in de straat, buren. Mensen die je tegenkomt in de supermarkt. Dat je bij alles wat je doet, bij iedereen die je tegenkomt, je afvraagt van, is die goed? Is die niet goed? Accepteer ik hem of haar? Oordelen. Zonder dat we het weten, zijn we er vaak heel druk mee. En Jezus waarschuwt ons met deze tekst om dat niet te doen. Oordeel niet, omdat je niet geoordeeld wordt. En daarbij geeft hij ook dat voorbeeld van, je ziet wel de splinter bij je broeder, maar de balk in je eigen oog heb je helemaal niet in de gaten. Daarmee bedoelt Jezus, met jouzelf is het vaak slechter gesteld als met die ander. Dus bedenk je voordat je begint een ander te veroordelen. Kijk eerst eens naar jezelf. Kijk in de spiegel. Hoe ben je er zelf aan toe? Want vaak is het ook zo dat jouw dingen opvallen bij een ander die eigenlijk ook jouw eigen zwakke plek betreffen. En daar stoor je vaak bij een ander ook het meeste aan. Eigenlijk door die ander te veroordelen, veroordeel je eigenlijk ook jezelf een beetje. Maar je brengt die ander wel schade toe. Oordelen moeten we niet doen. God zegt het ons. Jezus roept ons ertoe op. Oordeel niet. En dan zegt Jezus ook in Johannes 3, vers 17, een hele mooie tekst. Ik lees hem even voor. God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Jezus, de Zoon van God. Hij is naar deze wereld toegekomen om zijn leven te geven, om daarmee de schuld te betalen die een mens heeft voor God, zodat God ons niet hoeft te veroordelen. Wij ontvangen vergeving van God door het geloof in Jezus. En daarom moeten we ook zo naar onze medemens kijken. Onze medemens is net zo als wij, afhankelijk van die liefde, van die genade, van die vergeving van Jezus. We zijn allemaal mensen met een gebrek en we hebben allemaal wel wat. Laten we zo ook naar die ander kijken. Wij hebben vergeving nodig. Die ander heeft vergeving nodig. Oordeel niet, opdat ook jij niet geoordeeld wordt.